Ja. Mevrouw de voorzitter, na uitvoerig te zijn ingegaan op vragen van leden van uw geacht college in de eerste ronde van de algemene politieke beschouwing, richt ik mij thans op de vragen en opmerkingen die in de tweede ronde vanuit uw college naar voren zijn gekomen. Ik zal, mevrouw de voorzitter, met uw toestemming naar aanleiding van zaken die hier in uw college naar voren zijn gebracht, enkele opmerkingen maken en wat kanttekeningen plaatsen. Er is nogal wat te doen geweest rond de kwestie van de constitutionele verantwoordelijkheid. Mevrouw de voorzitter, ik wil beginnen met nader in te gaan op wat ik toen genoemd had de constitutionele verantwoordelijkheid van de president. Het betreft met name de kwestie van de aanwezigheid, dan wel de afwezigheid van de president in de Nationale Assemblee. Ik doe dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen van geachte leden Brunswijk, Breveld en het lid Venetiaan. Laat me beginnen te zeggen dat ik bij de interpretatie van de grondwet en haar bepalingen niet slechts gebruik heb gemaakt van taalkundige, maar ook en vooral van historisch, systemische en op doelgerichte methoden. Mevrouw de voorzitter, ik wil naar aanleiding van een opmerking van het geachte lid Ranjit Singh over de constitutionele verantwoordelijkheid van de president met nadruk stellen dat ik nimmer heb gezegd dat ik niet verplicht ben vergaderingen van de Nationale Assemblee te bezoeken. Op de vraag naar het afleggen van verantwoording vanwege de regering aan de Nationale Assemblee heb ik in mijn antwoord op 10 mei jongstleden gewezen op de artikelen 116 lid 2 en artikel 90 lid 2 van de grondwet. Het geachte lid Ranjit Singh haalt in dit verband ten onrechte artikel 98 van de grondwet aan. In dit artikel gaat het immers over de waarneming van het ambt van de president door de vicepresident. Lid C van dit grondwetsartikel luidt als volgt: zolang de president ontbreekt of afwezig is. Dit is aan de orde wanneer wij als land geen president hebben. In dat geval neemt de vicepresident waar als president in binnen- en buitenland. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Breveld heeft de vraag gesteld in het kader van de discussie over de aanwezigheid of de afwezigheid van de president in de Nationale Assemblee. Hij heeft in zijn benadering het accent gelegd op artikel 90, dacht ik, van de grondwet, doelende op hij, de president, is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblee. Mevrouw de voorzitter, in artikel 116 lid 2 lezen we ook: de regering is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblee. Op twee momenten dus wordt de president betrokken bij de verantwoordelijkheden. Het kan niet de bedoeling zijn geweest van de grondwetgever om onduidelijkheid te veroorzaken bij de interpretatie van de grondwet.
de verantwoordingsplicht van de president voortvloeiende uit artikel 90 heeft betrekking op de uitoefening van de constitutionele prerogatieven, zijn de alleen rechten van de president. Dat zijn dus de rechten die uitsluitend aan de hoge positie van de president zijn verbonden. Deze rechten vloeien voort uit onder meer het ambt van president als staatshoofd, het hoofd van de regering, als voorzitter van de staatsraad, als voorzitter van de veiligheidsraad, als opperbevelhebber van het leger en als leider van de buitenlandse politiek. In elk van de twee laatste hoedanigheden benoemt de president een minister die belast wordt met het uitvoeringsbeleid. Ik wil erop wijzen dat bij zaken zoals binnenkort als voorzitter van de CARICOM en later ook als voorzitter van UNASUR, de president verplicht is in persoon informatie te verstrekken aan de Nationale Assemblée. Voor wat de andere verantwoordelijkheid betreft, verwijs ik gaarne naar mijn uiteenzetting over dit onderwerp in de eerste ronde van mijn optreden bij deze algemene politieke beschouwing. En uw geacht collegevoorzitter, is de kwestie rond de rechtsstaat aan de orde geweest. Mevrouw de voorzitter, ik reageer met het volgende op de opmerkingen en vragen van de geachte leden Breveld, Jesseren, Ranjit Singh en Gayadin op mijn betoog over de rechtsstaat. Om te beginnen, een staat is een rechtsstaat als de overheid zich aan haar eigen regels houdt. Het idee van de moderne rechtsstaat is uitgekristalliseerd in de volgende eisen: het bestaan van een grondwet, de erkenning van de grondrechten en beginselen van behoorlijk bestuur als beoordelingsmaatstaven voor voornamelijk het gedrag van de overheid naar de burger toe. Hiernaast is het aanwezig zijn van staatsmachten die gescheiden en in evenwicht in het maatschappelijk gebeuren functioneren een noodzakelijke voorwaarde. Belangrijk hierbij is echter ook dat de wetgeving in samenwerking met de Nationale Assemblée tot stand komt. Het bestuursoptreden op de wet CQ regelgeving berust en het bestaan van een onafhankelijke rechterlijke macht ter beslissing van geschillen tussen burgers en overheid eveneens een noodzakelijke voorwaarde. Mevrouw de voorzitter, voor de bijdrage die ik in de eerste ronde geleverd heb, is vooral de eerste zeer van belang, namelijk die van het bestaan van de grondwet. Van het bestaan van de grondwet is pas sprake wanneer deze grondwet ook gaat leven. Een grondwet gaat pas leven als de wetten die door de grondwet worden vereist gaandeweg tot stand komen. Door deze tot stand gekomen wetten zal de grondwet gaan werken. Wanneer dat het geval is, kan worden gesteld dat een grondwet en dus ook onze grondwet bestaat. Maar mevrouw de voorzitter, nu na 24 jaar bij de implementatie van onze grondwet zijn slechts enkele door de grondwet vereiste wetten tot stand gekomen.
Hierdoor is de werking van de vigeerde grondwet nauwelijks of geheel niet mogelijk. Wanneer de rechtsstaat het bestaan van de grondwet vereist en het bestaan ervan op deze wijze geen inhoud kreeg, kan de vraag met recht worden gesteld of men in dit geval kan spreken van de rechtsstaat Suriname. Mevrouw de voorzitter, een overheid, zei ik laatst, waarvan de grondwet vereist dat 90 onderwerpen nader moeten worden geregeld bij wet, maar in minstens 30 gevallen geen wet is of geen wetskracht hebben, houdt zich niet aan de eigen regels. Als ook nog eens zo'n 30 van de vereiste wetten zwaar verouderd zijn, rijst eveneens terecht de vraag of Suriname zich wel een rechtsstaat mag noemen. Als de overheid zich niet aan de eigen regels houdt, wat kan dan verwacht worden van de burger, mevrouw de voorzitter? De huidige regering, Boudersen Amarali, zal in deze regeerperiode alles in het werk stellen om deze schromelijke omissie recht te trekken door het hoogst mogelijke aantal wetsvoorstellen bij uw college in te dienen. Mevrouw de voorzitter, ik wil in dit verband erop wijzen, zonder echter een waardeoordeel te willen uitspreken, dat bij de beoordeling van het zuivere bestaan van een rechtsstaat, ik wil u speciale aandacht hiervoor vragen, dat bij de beoordeling van het zuivere bestaan van een rechtsstaat Suriname ook moet worden meegenomen de tijdsduur, het langdurig wachten dus bij justitiële processen, vooral bij hoge beroepszaken en bij bodemprocedures. Wellicht heeft de tijdsduur, het langdurig wachten dus, te maken met onderbezetting van de rechterlijke macht. Mevrouw de voorzitter, een pikante bijzonderheid met betrekking tot de vraag of Suriname rechtsstaat is, is de wijze waarop de regering is omgesprongen met vonnissen door de rechter uitgesproken tegen de staat Suriname. Daarbij is er totaal geen sprake getoond van respect voor de rechterlijke macht. Terwijl er hier in uw geacht college, ik dacht door het geachtelijk gisteren, is aangegeven dat het bestaan van de rechtsstaat Suriname afhankelijk is van het getoonde respect voor de rechterlijke macht. Het bestaan, en terecht is die zin correct, het bestaan van de rechtsmacht heeft te maken met getoonde respect voor de rechterlijke macht. Maar u bent geen vrienden in Jeruzalem. U weet precies waarover ik praat. En wanneer wij het vraagstuk rechterlijke macht aan de orde stellen en de zaken die daarbij zijn aangehaald, want we zijn bezig in een nieuw tijdperk om gezamenlijk een enorme job te doen. En dat betekent dat we moeten luisteren naar elkaar en kijken hoe we deze grote omissies met z'n allen recht zullen trekken. Mevrouw de voorzitter, wat er aan de hand is, is dat er talrijke vonnissen zijn waarbij de staat veroordeeld is tot betaling waaraan geen gevolg is gegeven, en er zelfs dwangsommen zijn opgelegd
die in de miljoenen SRD's lopen, waarop niet gereageerd is door de staat. Is dit respect hebben vanuit de regering voor de rechtspraak en willen deze toenmalige regeringsverantwoordelijken volhouden dat zij een rechtsstaat voorstonden en in stand hebben gehouden en hebben gerespecteerd? Mevrouw de voorzitter, dit zijn allemaal vorderingen op de staat Suriname die sinds jaren niet als begrotingsposten aan de uitgavenkant zijn aangegeven. Hetgeen uiteraard zou leiden tot vergroting van de tot nog toe geregistreerde begrotingstekorten. Mevrouw de voorzitter, mijn regering zal er zorg voor dragen dat zo snel als mogelijk een overzicht van bedoelde vonnissen aan uw college wordt gepresenteerd. We zullen gezamenlijk kijken welke oplossing de beste is om uit dit omvangrijk probleem te geraken. Mevrouw de voorzitter, ik kan u nu al zeggen dat volgens een voorlopige schatting het beeld er zeer somber uitziet. Uit de voorlopige schatting hebben we een beeld dat de dwangsommen liggen nu al boven de 100 miljoen SRD. Boven de 100 miljoen SRD. Ik wil nu aandacht vragen voor de kwestie van de MOP. Het meerjaren ontwikkelingsplan. 2006-2011. Mevrouw de voorzitter, in mijn reactie op vragen gesteld door de geachte leden Ranjit Singh en Gayadin over het Nieuw Front MOP, Ik wens het volgende op te merken. Ik heb de beraadslagingen in uw geacht college goed gevolgd en ik heb ook kennis genomen van de reactie van het geachte lid Misikaba op de bedoelde opmerking van de heer Gayadin. Ik zou kunnen volstaan met te verwijzen naar de reactie van het geachte lid Misikaba. Ik wil er echter iets aan toevoegen, mevrouw de voorzitter. Het MOP wordt geformuleerd door de regering van Suriname en wordt ter goedkeuring aangeboden aan de Nationale Assemblée van Suriname. Wanneer er goedkeuring door de Nationale Assemblée gegeven is aan het aangeboden MOP, dan is dit verheven tot wet. Het heeft een status van een wet. En iedere burger dient zich daaraan te onderwerpen, ook de regering. Wat er aan de hand is, dat met het MOP 2006-2011, het is bekend dat het MOP 2006-2011 niet was afgekondigd en dus rechtens niet kon werken. Een gevolg daarvan is dat geen van de goedgekeurde begrotingen vanaf 2006 tot en met 2010 rechtsgeldig waren en derhalve ook geen werking konden hebben. Mevrouw de voorzitter, wat nu wel het geval is, dat de begroting van 2011 wel in overeenstemming met een rechtsgeldig MOP kan worden behandeld en goedgekeurd.
De huidige regering heeft immers wel voor afkondiging van het MOP 2006-2011 zorg gedragen. Pratende over de presidentiële diplomatie. Ja, even, president. U heeft een aantal leden die iets ter verduidelijking willen. Lid Gayadin had het woord gevraagd voor interruptie.